NRC leest de winnaar van de ACO Literatuurprijs 2009. En dat is Erwin Mortier met de roman Godeslaap. NRC leest, maar NRC had al gelezen, want het boek is natuurlijk al meer dan een jaar geleden uitgekomen. En pas nu heeft het gewonnen van onder andere de grote favorieten Tommy Wieringa en Christian Weitz. Dat wil niet zeggen dat het niet een volledig terechte bekroning is. Godeslaap is een schitterende roman, zoals de jury ook zei. En het is wel eens anders bij prijsbekroningen. Dan komt er een boek uit waarvan je denkt van ja, was dat nou het beste van de zes? In dit geval was het waarschijnlijk toch wel het beste van de zes. Wie is Erwin Mortier? Behalve dat hij altijd genomineerd wordt voor prijzen en ze dan vervolgens nooit krijgt tot deze week, is het iemand die bekend is van kleine, fijne romans. Hij debuteerde met Marcel, een mooi, sensibel boek over een jongetje dat langzaam achter een geheim in zijn familie komt. En van dat soort boeken heeft hij er meer geschreven. Mijn Tweede Huid bijvoorbeeld, dat gaat over een homoseksueel jongetje dat ontluikt. Het zijn prachtige boeken, kleine boeken. En nu heeft hij dus een heel ander boek geschreven, want Godeslaap is bijna 400 pagina's lang en is een boek over een groot onderwerp, over de Eerste Wereldoorlog. Door de voorzitter van de jury, Guy Verhofstadt, een landgenoot van Mortier, werd het wel het eerste boek over de Eerste Wereldoorlog in de Nederlandse letteren genoemd. Een onderwerp wat niet heel veel naar voren komt in onze literatuur. Mortier schreef Godeslaap en dat is een boek dat niet gaat over de grote heroïek van de Eerste Wereldoorlog, want die is bijna afwezig uit het boek. Het gaat over hoe die personages in het boek reageren op al die gebeurtenissen om hen heen. De hoofdpersoon is een vrouw, een jonge vrouw, maar ze vertelt het als oude vrouw. Een jonge vrouw die eigenlijk die oorlog in het begin prachtig vindt. En dat wordt heel mooi beschreven. Het is in het begin wat de Duitsers noemden ein frische, fröhlicher Krieg. Maar dit is natuurlijk een Vlaamse en voor haar is het gewoon een plezante oorlog. En je ziet hoe dat langzaam verandert. En dat is ook logisch, want die oorlog werd steeds harder, steeds gemener, steeds gruwelijker. En uiteindelijk was het natuurlijk alleen nog modder en bloed, niks fris en vrolijk. Godeslaap is een boek dat langzaam op gang komt en dat je dan helemaal inpakt. En dat komt voor een groot deel door de stijl van Erwin Mortier. Een stijl vol meanderende zinnen, vol sensibel proza, geuren, kleuren. Proza dat heel langzaam gaat en het is ook duidelijk dat de grote invloedbron van Mortier, anders dan alle schrijvers die ik hier zo'n beetje in NRC Lees heb gehad, niet Franz Kafka is, maar Marcel Proust. Hij is een bewonderaar van Proust en je ziet dat in zijn stijl terug. Bedachtzame stijl, een stijl die je moet savoureren. Soms vraag ik me af of al mijn herinneringen nog wel hun naam verdienen. Of ze door hun scherpte en hun onmiddellijkheid niet eerder fantoompijnen van de ziel zijn. Zoals een geamputeerde kramp kan hebben in de tenen van zijn allang afgezette voet. Of wie doof geworden is, veel eer door loepzuivere melodieën uit zijn kindertijd bezocht wordt, dan dat hij ze daadwerkelijk oproept. De wereld krimpt onvermijdelijk. Van de weeromstuit lijken de echokamers van het geheugen uit te zetten en zich als levende cellen te delen. De geest blijft rusteloos. Juryvoorzitter Guy Verhofstadt zei afgelopen dinsdag dat de jury op zoek was geweest naar boeken die blijven. Welk boek blijft, was de kernvraag. En je kunt bij Godeslaap in ieder geval zeggen dat dit het boek is waar we nog jaar in jaar uit alle herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog kunnen blijven vieren.